deze knappe meid is ook gezelligder. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik kom uit mijn bed uit, zoals jullie zien. Ik zie er echt heel verwilderd uit. Het is vandaag maandag en ik ben thuis aan het werk. Ik zal even mijn ding hier opzetten. Ik ben thuis aan het werk en ik heb net een tosti gemaakt. Dus ik ga verder met e-mails beantwoorden. Het is super slecht weer buiten, maar ik ga vandaag naar een event. Dus ik zal straks ook even make-up en zo filmen. Oké, ik heb me klaargemaakt om te gaan. Ik heb een zwarte leren jurk aan en ik praat het was en even een jas van Most Wanted van vorig jaar aan. Het regent keihard. Maar ik ga snel, want ik ben super erg laat. Goedemorgen. Ik heb niet meer gevlogd gisteren. Surprise, surprise. Het is dinsdagochtend. Altijd zo goed in de dagen ben ik. Dinsdagochtend. Ik heb make-up op, zoals jullie zien. En ik heb deze top aan van Garni van een oude collectie en mijn vintage Levi's. En deze kleur Vans, die ik echt super leuk vind. Ik zal een linkje posten hieronder. Maar ik ga me nu wel omkleden. Want ik had dit aangenomen voor een foto en ik wil eigenlijk zo nog een foto maken. Dus ik ga iets anders aandoen. Dan heb ik vandaag 3 afspraken. En ik maak nog een foto aan het eind van de dag. En daarna ga ik mijn spullen inpakken. Want ik ga morgen naar Hamburg. Superleuke stad. Nee, het is best wel saai. Maar voor werk. Dus daar zal ik jullie morgen meer over vertellen. Nu ga ik me omkleden. Oké, guys. Ik ben eindelijk weer thuis. Na alle afspraken waar ik niet echt bij kon vloggen. Want het waren allemaal een beetje zakelijke dingen waar het niet echt gepast was. Om te vloggen. Maar volgens mij heb ik nu iets heel leuks gekregen. Wait a second. Is dit mijne? Dit is zo amazing. Ik was natuurlijk in Parijs. Ik ben zo benieuwd. Ik was in Parijs voor L'Oréal. En toen hebben we natuurlijk onze eigen lipstick gemaakt. Dat ik ook allemaal gevlogd. Wat ik allemaal gevlogd heb. En die is net binnengekomen. Hij is gebrand met mijn naam. Kijk, mijn naam staat erop. En het is dus die Balmain lipstift. Alleen dan ja, mijn getweekte versie. Oeh, hij is al heel oranje. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik vind dit zo mooi. Ik wilde zo graag deze kleur. Ik probeer hem ook gewoon voor het eerst op de vlogcamera. Ja, ik vind hem echt super mooi. Hij lijkt eigenlijk op de kleur die ik elke dag draag. Maar goed, dit is dus mijn eigen lipstick. Dus die is niet te koop. Maar dit is wel echt een van de coolste dingen ooit. Die van Sanne is hier ook net binnengekomen. Dus ik ga haar nu even appen. Dat ze die van haar hier zo kan komen halen. Echt super cool. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, ik ga eventjes wat mails beantwoorden en chillen outfit aantrekken. En dan ga ik Ollie halen van de crash. Ik heb het kleine monster gehaald. Gaan we naar papa? Naar papa. Naar papa, ja. Naar papa. Doe even de deur dicht van je auto, goed zo. Ja. Ja, bijna klaar. We moeten een bocht maken. Niet zo heel eenvoudig. 1, 2. Ja! Ah, bijna. Waar ga je naartoe, Olivia? Oké, ik ben thuis en ik heb gedoucht en Olivia naar bed gebracht. En ik ben echt moe. Het is alweer best wel laat. En ik ben mijn koffer aan het inpakken voor Hamburg. Ik vertrek morgenochtend naar Hamburg. Ik heb eerst nog een interview met We Heart It. Zodra die online staat, zal ik het jullie even laten weten. Het is echt een van mijn lievelingswebsites. Echt al vanaf dat ik student ben. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Ik kreeg net een pakketje binnen van Dior. Met hun kerstproducten. Dus let's see what's in here. Ik hou van Dior, zoals jullie weten. Echt even mijn favoriete merken. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Zelfs de doosjes die zijn goud. Dus let's see.
En dit is een poeder. Oh, die ziet er ook zo mooi uit. Dit is van mijn Shimmery gezichtspoeder. Ja. Echt super mooi. Het is een beetje moeilijk om zo te laten zien. Maar als ik de producten ga gebruiken, dan laat ik het wel even beter zien. Ik ben nu gewoon even nieuwsgierig naar wat erin zit. Even kijken. Ja, dit vind ik het leukst. Ik ben echt een glitter-obsessed persoon. En ik vind die nagellakpotjes ook altijd zo mooi. Oké, okay, hij stelt niet scherp, maar goed. Dit is het. En dan... Oh my god, dit gaat morgen... Ik weet niet of... Mag ik dit eigenlijk al laten zien? Ik denk het wel. Dit gaat morgen in mijn toilettas. Dit ga ik er nooit meer uithalen. Dit zijn echt alle kleuren die mij mooi staan in één verpakking. Dit is echt the best thing that ever happened. Sorry, ik moest deze kleuren even laten zien in dit licht. Dit is echt... Ik ga het ook echt gewoon linea recta in mijn toilettas doen die ik zo moet inpakken. Ik heb overigens ook deze toilettas erbij. Want ik vind het wel lekker om ook dingen te zien. En dan heb ik die grote Louis Vuitton. Dit zijn echt de beste cadeaus ooit trouwens. Als je ooit iets bijzonders wil kopen wat de rest van je leven meegaat. En maar als mensen veel reizen... Dit is very nice. Kijk, deze rotzooi hier trouwens. Oké. Okay. Ja, dus die oogding heb ik laten zien. What else is there for me? Ik hoop dat jullie dit niet saai vinden trouwens. Maar ik dacht, ik doe het even snel. Omdat ik zelf zo'n Dior fan ben. En heel benieuwd was. Oh, dit is ook zo mooi. Zo'n mooie kleur. Dan heb ik deze Matte Fluid Lip and Cheek Velvet Color. Oh wauw, die is ook mooi. Helemaal voor mijn lippen. Alleen ik moet het even... Dit is echt, het hele Dior kerstding is echt zo, zeg maar, mijn stijl. Ik ga dit morgen ook even laten zien. Ik ga deze ook in mijn toilettas doen. Because I love it. Wat hebben we hier? Mascara. Brow Mascara Structure Shine Gold Edition. Oké, die laat ik even in, want dit is echt meer voor de feestdagen. En dan heb ik nog een grote doos. Die heet Dior Rouge Precious Rocks. Oh my god, deze tas die hierbij hoort is zo insane. Mooi, kijk dan. Oh. Oké, okay, dit is echt het beste kerstcadeau. Ever. And it's only October. Let's see what's in here. Ik vind het zo leuk om samen te unboxen. Oh my god, het ziet er zo intens leuk uit. Kijk. Neem jullie even mee naar de badkamer. Want ik wil het even goed laten zien. Kijk, het ziet er dus zo uit. En dit zit erin. Laten we even wat kleurtjes openmaken. Oké, dit is echt heaven. Ik ben ze aan het openmaken en die kleuren zijn zo perfect allemaal. Dit is denk ik mijn favoriet. Ik lig lekker in bed en het is natuurlijk weer te laat geworden en ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Welterusten. Goedemorgen, lieverd. Op naar school. Ja, ze wil ook heel graag. Kijk, ze heeft de zak zeg maar al klaar. Ja, ze weet ook dat hij bij school hoort. Ja. Ja, kom. Jasje aan. En ze heeft er Dr. Martens, hè? Kijk. Dat is wel een goede OOTD, toch? Dat is een goede OOTD voor Olivia. Oversized jasje aan. Lekker naar school. Hey guys, goedemorgen. Het is vandaag woensdagochtend. Ik moet niezen. Wacht. Woensdagochtend. Olivia is naar de crash. Ik ben even mijn koffer een beetje aan het inpakken. Want ik ga zo naar Hamburg. En daarvoor doe ik nog even een interview met We Are It. Dus daar ga ik nu heen. We hebben een restaurant afgesproken. Ik heb mijn haar nog niet echt gedaan. Maar ik ga vanavond in Hamburg shooten. Dus ik ga zo gewoon reizen. En dan als ik aankom in het hotel. Dan ga ik wel mijn haar goed doen. Ja, ik ga er nu vandoor. Ik ben weer thuis. En ik ben overbelicht. Why? Nou ja, ik ben gewoon overbelicht. Ik moet mijn spullen inpakken. En dan gaan we. Maar ik ben zo lui. Oh my
liggen. Waarom ben ik zo overbelicht, jongens? Why is this? Why? Oké, daar ben ik weer. En ik ben super blij, want we hebben eigenlijk al heel erg veel van deze kettingen verkocht. Ik heb zelf de gouden om. Er zitten trouwens 3 standen op voor degene die het vragen qua hoe strak je het kan doen. Nou, doe maar even zo. Maar we hebben eindelijk echt een goede batch voorraad binnen. Dat zeg ik nu wel. En dan is het zo weer uitverkocht. Maar ik denk dat we nu echt wel even... dat ze in stok zijn. We hebben ook heel veel zilveren. Dus als je het wilt bestellen, stuur iemand naar orders@queenofjetlags.com. En dan komt die eraan. Met een handgeschreven kaartje van mij. Dus ik heb dat net ook weer even in mijn Insta-stories gezet. Nu moet ik gaan inpakken. Ik doe dus morgen een panel bij Nivea. Waar ik ook iets over mezelf en mijn bedrijf zo ga vertellen. Dus ik wil eigenlijk wel iets meenemen wat iets netter is dan normaal. Vorige keer dat ik dat zei, ging ik in spijkerbroek de deur uit. Voor dat folkfestival. Maar misschien moet ik nu echt iets netter aan. Maar wat... Ik wil ook echt allemaal nieuwe oorbellen en zo. Ik wil die eigenlijk ook allemaal zelf gaan maken. Ik heb zoveel leuke ideeën voor sieraden. Alleen als je bij fabrieken samples opvraagt. Ik heb nu ook van een andere ketting die ik uit wilde brengen. Heb ik een sample opgevraagd. Van een leuk idee dat ik had. Maar ook daar ben ik zo lang aan het wachten op een goede sample. Maar ja, such is life. Misschien doe ik deze broek wel aan morgen. En dan met een leuk jasje of zo. Een leuke top. En ik heb vanavond een diner. En een afzakelijke afspraak. Dus ook daar moet ik iets voor meenemen. Geen zin, weet je waarom? Want kijk, als ik nu ga inpakken, moet ik even snel die outfits doorpassen. Maar daar heb ik dus geen zin in. Want ik heb het koud. En ik neem alleen mijn kleine koffer mee. Ik neem in ieder geval het eerste wat ik altijd inpak, is een lekkere pyjama als ik reis. En mijn beer. Want ik wil altijd lekker kunnen slapen. En ik mis natuurlijk altijd mijn familie heel erg als ik reis. Dus dan als ik mijn beer en zo mee heb, dan gaat dat beter. Ja, zal ik even een speedy inpak sessie doen? Oké. Ik ben aangekomen in Hamburg. En ik heb niet echt een raam in mijn hotelkamer. Maar ik zal even snel een tour geven. Want het is dus al donker. Zo ziet het eruit. Dit is het bed. En dit is de tv. Dit is de gang. Dit is de inloopkast die ik zeker niet ga gebruiken. En dit is de badkamer. Die is wel groot. Ja, die is wel groot. En dit ben ik. Oké, nou... Ik ga met een vriendinnetje afspreken, met Milena. Die hebben jullie wel vaker gezien. Die woont hier in Hamburg. Dus ik moet me even heel snel omkleden. En dan ga ik naar diner met de klant waarvoor ik hier ben. Wel bij een leuk restaurant gaan we eten. Dus dat. Let's get ready. Even spullen uitpakken en dan gaan we naar boven. Oké, ik heb mij zo goed als omgekleed. Ik hoop dat jullie mij kunnen zien. Het is een beetje donker in deze kamer. Omgekleed en ik pak mijn spullen en dan ga ik naar het restaurant lopen. Ja, ik zal even laten zien. Ik heb dit aan. Dit is mijn outfit. Dit rokje is van Storets. Wacht, beter hier. Dit is wat ik aan heb. Dus, en ik doe mijn jas even aan. Ik zal linkjes posten naar de outfit en ik had geen zin om mijn make-up opnieuw te doen, dus ik dacht... I would just wear this. Ik ben zo'n klein kind die gewoon zo snel een troep maakt overal. Ik heb trouwens mijn favoriete nieuwe nagellak van Dior mee. Die ga ik zo op elke vinger doen. En ja, ik heb dus lampen van thuis meegenomen. Ik ben wel echt een beetje next level gestoord. Ik zit hem op te ruimen. Het is nu alweer een bende met mijn snoep en zo. En dan nog een ander first world problem. Ik heb overigens niemand om tegen te praten, mochten jullie afvragen waarom ik zo ontzettend veel onzin met jullie deel. Dat je in een mega groot hotel zit en ik heb letterlijk altijd dat mijn hotelkamer dan echt helemaal aan het einde van het einde van het einde van het einde van de 100ste gang is. Zo ook nu. Dus ja. Ja.
Ik wilde vandaag heel graag een foto maken, maar het is hier zo'n lelijke stad. No offense. Het is niet lelijk, maar het is gewoon niet heel fotogeniek. Dus ik heb vandaag geen foto gemaakt. Morgen zal ik wel gewoon even een outfitfoto maken, want ik vind altijd wel leuk om alles te delen wat ik doe. Hartstikke lief. Eerst liefst. Oké, wacht, ik ga even naar beneden. Ik ben terug in het hotel en aan het facetimen. Hey. Met Sunny. Hoi, Nori. Hoi. Nou, ik ben dus ook weer terug in het hotel. En ik heb zo erg te veel gegeten. Of ik weet niet of het verkeerd is of wat het ook is. Maar ik zit echt, oh, mijn buik zit zo verschrikkelijk vol. Echt niet normaal. En ik ga even mijn tanden nu snel poetsen. Dan lekker series kijken en slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Ik ben me aan het opmaken. En aan het facetimen natuurlijk weer met Sander en Olly. Ik ga dus even die nieuwe kleuren van Dior palet gebruiken. Vandaag deze. Zo mooi zijn ze. Aangekomen bij het ontbijt in het hotel. Het ziet er allemaal zo lekker uit. Kijk. Hier. En dit. Ik zal zo eventjes alle belegdingen filmen. Ik probeer een beetje sneaky te filmen. Maar kijk hoe lekker dit allemaal is. Maar ook daarboven. Hè? Heb je dat al gezien? Kijk. Al die dingen. Al die kaas. Al die jams. Dit is echt... Goedemorgen, ik heb me opgemaakt en we gaan nu naar het hoofdkantoor van Nivea. En deze knappe meid is ook gezellig er. Hola. Blauw ziet er heel mooi uit, kijk. Ja, alleen het is tegenlicht, hè? Ja, het is wel heel blauw licht. Wacht, we gaan draaien. We gaan even draaien. Ziet er lekker uit, zie je? Ja, nu zie je er goed uit. Kijk, een hele leuke outfit. Die zijn van Josh V, hè? Ja, maar kijk, mijn initialen zijn. Oh ja, ja, ik had bij Marsha volgens mij ook gezien bij iemand. Heel cool. Nou, heel leuk. Hello. Ik wil share my pictures on Facebook. And at some point I figured maybe this is annoying for my Facebook friends, so I should put it on a blog. And that's what I did. And back then the market wasn't really saturated. So it was easier to get a lot of traffic because, you know, a lot of young girls were already very active. Wij zijn klaar met onze talks. Vond je het leuk, Lau? Uiteindelijk vond ik het heel leuk. Ja, Engels is echt hartstikke goed. Nou, soms kwam ik niet ik op het woord. Ik zou het je ook wel eerlijk zeggen anders, maar ja, er is niks mis mee. Nee, ik kwam alleen soms op het woord, maar dan kwam jij met het woord, omdat je dat door had welk woord ik bedoelde. Ja. En toen ging het best wel goed, dus we hebben elkaar goed aangevuld. Maar, het was leuk. Ze waren oprecht geïnteresseerd. Ja. Dus ik denk wel dat we... Dat wat we hebben gedaan is gewoon goed. Ja. Om gewoon laten merken dat het heel belangrijk is, het online wereldje waar we in zitten. I agree, was heel leuk. En Georgina hierachter, die... Hello. Hi. Georgina was hosting our Q&A. I did, and I did awesome. Yeah, well you did great too. Thanks. What did you think of today? I thought it was fantastic, really nice. The audience were really interested in influencer marketing. Yeah. Really interested in what Nora had to say about her blog, about her Instagram, YouTube, and YouTube. It was really nice. Response was really great. Yeah. So we're having a very nice time. And now we've got so much sugar on the table. Look, this is the little place they put us in. Oreos, lollies. Jullie weten hoeveel ik van snoep hou. So yeah, thanks guys. No worries. On the vlog. Wij zijn klaar bij de Nivea en ik ga nu naar Milena toe. Heel veel zin om haar te zien. Ze zit ergens bij een café. Weet je alleen hoe we daarheen moeten? Rechts, hè? Deze straat, ja. Mijn gevoel, zegt ook rechts. En dan gaan we fotootjes maken en dan daarna gaan we lekker terug naar Amsterdam. Naar Olivia. Oké, ik ben in de auto met Kelly en Milena. Hello, and some balloons. And a lot of balloons in the back. Kelly, this is also your second vlog appearance. Milena, they already knew before. In Paris, you were also in the vlog. So you knew to a bit extra. You knew. You need to be very extra. I'm back. Remember you. Yay! We're gonna take a picture. Look at the leaves. They're so beautiful. Do you see them? Yeah. How they're flying around. Hallo guys, het is even later en ik zit in de auto en we gaan weer terug naar Amsterdam. Lekker die trui aan van de Zara en een rokje die je niet kan zien en een zwarte omnibus. Heel erg bedankt trouwens allemaal voor de tips die jullie allemaal hadden achtergelaten van voor beige laarzen die ik zocht. De favorieten waren een aantal meiden, een stuk of 10 hadden van Gian
Oh my god, waarom kan ik niet praten? Gian van... Oh my god. Gian van Rossi? Rossi? Nou, oh my god. Sanne, hoe heet het merk ook alweer? Wat? Gianfranco Rosso, maar ik zeg het nu echt helemaal verkeerd. Dat. En er was nog een paar van Stuart Weitzman die ik heel mooi vond die hadden gestuurd. En heel veel hadden van Josh V gestuurd. Lelijk, ik vind die hakken iets te hoog. Want ik wil ze gewoon elke dag aankunnen. Dus dat. Nu gaan we terug met baby Olivia. Maar ik ben wel te laat thuis. Ze slaapt wel als ik thuis kom. En dan morgen gaan we naar Friesland. Daar heb ik echt super veel zin in. We gaan naar Lauswold. Dat is een hotel in Friesland waar het echt super chill is met Olivia en Bibi. En gaan we chillen. Een beetje zwemmen, eten, chillen. Maar uiteraard klop ik wel. Het was ook leuk met Milena vanmiddag. En ja, het was een leuk dagje. Anyways, ik zie jullie zo in Amsterdam. Ik ga ook even de vlog afsluiten, want ik vind het al mooi einde van de vlog zo nu onderweg. En morgen ga ik natuurlijk weer op een nieuwe trip, dus dat is leuk om een nieuwe vlog te beginnen. En ja, ik ga nu lekker naar huis, had ik al gezegd. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal en voor jullie lieve comments altijd. Ik zie jullie woensdag weer. En vergeet niet te subscriben als je dat wilt.